Sinds september 2006 is de Amerikaanse tarweprijzen niet meer zo laag geweest als nu. Doordat boeren in de VS en Rusland enorm veel tarwe gaan oogsten dit seizoen, is vrijdag de tarweprijs in elkaar geklapt, zo kun je wel zeggen. De beurs van Chicago sloot vrijdag omgerekend op een kleine €126 per ton. De laagste prijs in 10 jaar. Het is allemaal de oorzaak van de nieuwe IGC-ramingen. Die spreken over nieuwe productierecords van 743 miljoen ton tarwe. Maar ook de dollar, die vrijdag na de toespraak van FED-voorzitter Yellen sterk steeg. Dan Europa, doorgaans volgend aan de VS, maar de Matif was toen al gesloten op 158,5. Ook een verlaging, maar lang niet zo drastisch als op de CBOT. Op dit moment is echter de koers verder aan het dalen. Net zat hij al op min 2, best fors. Waar dat op uitloopt, houden wij voor u bij. Maar het gebeurt zelden dat bij een daling in de VS hier de prijs stijgt.